Ik. Zie mij nou. In kleuren vertellen hoe ik mij voel. Wie ik ben. Mijn beelden zwijgen staan. Mijn stem. Ik ben een mens. Te zijn. Net als jij ben ik. Gewoon mij. Het gedichtje Doe Mijzelf. Hoe ik mij voelde voordat ik hier kwam. En hoe ik mij voelde na mijn opname. En hoe ik hersteld ben. Waarom is de opname? Nou, omdat het is net zo goed ging en alles er aan feest. En op een gegeven moment zoiets van, dit kan zo niet meer, dit maakt alles. Nou, toen heb ik zelf gekozen van, het is dit of einde verhaal. En toen heb ik besloten om naar Frans te gaan. En dat had me zo goed in en dat het nou hartstikke goed ging. En hoe helpt de tijd, keus, om jezelf beter te voelen? Nou, dan kan ik mijn gevoelens kwijt. Dan kan ik kwijt wat mij maken. Waar kom je heen als jeugd en dan heb ik weer wat meer ruimte. En ik kan het zoveel meest met me heen, en omdat ik dan met mijn ogen praten kan, dan schroef ik het op. En schroef ik het op in mijn gedicht. Een ziel beminnen. Een gerecht in een vijfsterren restaurant, bereid door een meesterchef. Zo verfijnd en delicaat, een extase voor de zinnen, valt in het niet door een kus van jou in een ziel beminnen. In elke street, eigen identiteit, wat iedere meest gewoon mooi maken, denk ik. Maar het via heel groot werk net echt een uitlaat voor hier om dat te delen met andere mensen, zodat het steeds groter worden. Het panoramadoek. Het grote panoramadoek is van ongekende omvang. Iedereen kan eraan meedoen, dus wees maar niet bang. Het is een gigantische taart, maar brengt veel plezier. Iedereen kan meedoen, het is een prachtig kwartier. Leef het panoramadoek, een mijlpaal in de kunst. En eraan meedoen is een hele gunst. Ik heb de contouren van de loftlijn. Daar ben ik mee begonnen. En toen heb ik deze kikker maken, de giftkikker. En ik heb de stukjes, die heb ik best gezien. En ik heb her en daar wat geholpen. Wat dingetjes vertellen, wat dingetjes bijwerken. Gedicht schreef alleen en dit doet mij zien al. Hoe wie dat vrij? Ja, ik vond het heerlijk om te doen. Ik ben echt in mijn element. Dan ben ik echt een heel hoop persoon. En is het volgens jij niet schilderen? Ja. Ik schilder voor mezelf, maar dit wie echt mij ook hoor. Dat wie zo oors. Het gevoel wie hier oors, de baan wie vol meer samen, dat wie zo fijn. Het sterke beeld hebben we gemaakt om een positieve beeld van de psychiatrie te laten zien. Dus we willen laten zien wat we wel kunnen en niet wat we niet kunnen. Naast het maken van dit prachtige panorama hebben we ook een meanskip gevormd. Dus er zijn vriendschappen ontstaan, er zijn verhalen en nieuwe initiatieven ontstaan. En het is een waanzinnig project geworden. En deze twaalf bomen maken en een kerkje die daar is en twee koeien en een koe met strand. Oh, Jo, wil jij er schilderen? Nou, nee, echt niet. Maar ik denk, ik wil zien of het mij lukt. Maar deze week doen ze het niet. Wat doe je dat? Met vogels. Ja, boven, van mij is dit het Noorderleeg, maar verder met Marm. Ja, dat is heel, heel rustig. Maar ik hartstikke druk door die vogels. Dat is echt erachter. Ja, dat zat iedereen. Ja. Maar ik ben er waar. Paard kwijt. Ja, ik wil ik net ook roos nemen, maar. Nee. Helpt Keus jou om het paard weer te vinden? Ja, je komt tot rust. Je bent schilderen in en je rek je probleem wat kwijt. Dit ontroert mij, omdat de man of de vrouw die hier binnen vastzit, dat realiseer ik me goed, zich helemaal met zon, wind en vlucht uitnet. Ik vind het zo geweldig. En ook die boom, als je die boom ziet, met een zorg.
maakt en warmte. Een schreeuw vind ik het. Prachtig.